Het voormalig koetshuis ligt in de gemeente Den Bosch. Het pand is te vinden in de binnenstad Centrum aan de Oude Dieze en gelegen naast een gracht. Het voormalig koetshuis is te herkennen aan de voorgevel met twee rechtgesloten openslaande deuren met daarboven een boogvormig raamwerk voorzien van een zogenoemde waaiertracering. Omlijst door een met gele baksteen gemetselde boog. Aan de hoeken van het pand bevinden zich de gele hoeklicenen die doorlopen tot de geveltop. Verder heeft het pand geen verdiepingen en is het wel voorzien van een hijsbalk waar vermoedelijk ladingen in de koets gehesen werden. Of was de hijsinstallatie bedoeld voor de hooizolder? Het Rijksmonument is verbouwen van voormalig koetshuis tot woning. Oorspronkelijk was het gebouw gediend als handelsgebouw, opslag- en transportgebouw met als functie een koetshuis. Een koetshuis is een gebouw waar koetsen worden gestald, vaak behorend tot een landhuis, een kasteel of een stalhouderij. De meeste koetshuizen werden gebouwd in de 19e eeuw. Kenmerkend zijn de hoge inrijdeuren. Een koetshuis was meestal voorzien van een tuigkamer en werd vaak gecombineerd met stallen, zodat de paardenstallen en het koetshuis een geheel vormden of zich in elkaars directe nabijheid bevonden.